Ja, het is al niet zo heel lang geleden dat we elkaar hebben gesproken. Maar toen was het nog vakantie. Toen was het nog zomervakantie en nu zijn we weer druk aan het werk, inderdaad. Ik zit nu aan het conservatorium al een paar weken. En ik ben toegelaten voor de tour. Ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar ik herhaal het maar een keertje. Ik zit op de opleiding Zang, Licht en Muziek. En ja, ik heb het erg naar mijn zin. Het is voornamelijk jazz, maar ook pop en Nederlandstalig. En ja, vandaag zijn we hier bij de BUMA NL voor het Nederlandstalige natuurlijk. Het is natuurlijk wel wat anders, maar ik ben toch weer bezig met muziek en ben dan toegelaten voor zang gelukkig. En je had ook voor een hele andere richting kunnen gaan, voor het klassieke muziek. Maar ja, dat is niks voor mij. Het is wel mooi, ik wil niemand beledigen, maar ik ga toch liever voor het lichte muziek en de Nederlandstalige. En ja, daarom zijn we hier ook vandaag en even merchandise en alles even doen. En ja, echt gezellig. Ik zit op de maandag en dinsdag en woensdag zit ik in Tilburg. Daar zit ik op het conservatorium. En nou ja, daar krijg ik dan les hele dagen van 9 tot 5. En dan nu is het donderdag, geloof ik. Dan ben ik vandaag weer bij de BUMA NL. En de andere dagen heb ik nog een baantje in de bediening, in de horeca. Dus ja, ik vermaak me wel. En huiswerk natuurlijk. Maar dat betekent dat een volgende single best wel eens een jazz georiënteerde single zou kunnen zijn? Nou, dat denk ik niet. Ik ben nu van plan, ik heb nu net in juli mijn nieuwe single Hey Maisie een lekker ding uitgebracht. En die heb ik ook in Nederland ook vertoond. Dus als je het nog niet weet, ga even TV Oranje. Je vindt het vast wel ergens Hey Maisie een lekker ding. En voor de rest komt er in november ook weer een nieuwe single uit. Ik mag het niet verklappen. Ik weet eigenlijk nog even niet. We zijn over het overleggen van wat gaan we allemaal doen en wat voor single. En, maar ja, jazz, dat komt misschien als ik de opleiding heb afgerond. Over 4 jaar. Dat weten we nog niet.